Tine Dekkenich, vandaag hier in Leuven, België-Polen. De eerste match was 1-1. Vandaag de wedstrijd begint. De eerste kwartier was heel veel duels. Niemand had de indruk dat er ging gescoord worden, maar dan plots, jij bent daar en scoort de openingsgoal. Heel belangrijk, denk ik, hè? Ja, klopt. Ik denk de eerste 5 à 10 minuten was inderdaad veel duelvoetbal. Was een beetje slordigheden bij ons misschien. En een beetje te laat op die tweede ballen. Maar ik denk dat we dat dan goed hebben rechtgezet. En ik denk dat we inderdaad een beetje onverwacht misschien, maar goed voor ons scoren. En dat we dan vanaf dan eigenlijk de wedstrijd in handen nemen. En dat we dan Polen eigenlijk geen kans meer geven. En dat we eigenlijk gewoon zelf van onze eigen kracht uitgaan en zelf blijven voetballen. En ik denk dat we dan de wedstrijd gedomineerd hebben. En mooi hebben afgemaakt met 4 doelpunten. Ja, inderdaad. Want... Hanna Eurlings scoort nog de 2-0, dan een mooie goal van Janis. 3-0, zij scoort dan een own goal, denk ik. Ja, klopt. Die laatste was een own goal. Maar ik denk, alle goals hebben wij mooi uitgespeeld. En ik denk, wat we er nog kunnen maken. Dus ik denk dat dat wel goed is voor ons vertrouwen. We hebben veel kansen gecreëerd, we hebben er 4 binnengetrapt. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Ja, want jullie zaten in een goede flow. 19-0 tegen Armenië. Dat was niemand had dat ooit verwacht. Maar dat record is ondertussen al gesneuveld vanavond. Engeland wint met 20-0. Maar dan deze 4-0, dat deed mij ook een beetje herinneren aan die België-Zwitserland. Ook een van die belangrijke matchen voor kwalificatie voor TK. Ja, klopt. Ik denk, toen tegen Zwitserland was het ook van moeten. We moesten toen ook winnen en we wisten wat op het spel stond. En ik denk dat we dat vandaag ook wel wisten. We wilden die druk daar wel niet opleggen, maar ik denk dat iedereen wel bewust was van oké, we moeten wel winnen. Willen we nog kans maken om naar dat WK te gaan? En ik denk ja, dat we dat wel hebben uitgevoerd wat er van ons gevraagd werd. En ik denk 4-0 is verdiend. En chapeau voor heel het team. Ja, en ook een mooie afsluiter van 2021 in dat geval, hè? Ja, klopt. Ik denk, je kunt het jaar niet beter afsluiten met een 4-0 overwinning. En ja, zoals ik zei, we hebben het verdiend. Ja. Dan nog, gisteren was er ook de verkiezing van de 3e Women's Ballon d'Or. De winnares is iemand waartegen je recent gespeeld hebt. Hoe heb jij dat allemaal gezien? Wat denk jij daarvan? Is dat de terechte winnares? Ja, ik denk het wel. Ik heb er nu zelf ook tegen gespeeld en is echt een fantastische voetbalster. Dus ik denk wel echt dat ze het verdiend heeft. En ook Hermoso op de tweede plaats, ik denk dat ook wel verdiend is. Ik denk Barcelona op dit moment is het ook wel de beste ploeg in het land. En ja, ik denk dat het is verdiend dat ze gewonnen heeft. Ja, want voor jou staan er dan nog met Hoffenheim in de Champions League 2 belangrijke matchen op het programma. Is die tweede plaats voor jullie nog mogelijk of wordt dat toch moeilijk? God, dat gaat moeilijk worden. Hè. We moeten eerst naar Kugge. Daar moeten we sowieso gaan winnen. En dan hangt het vanaf van de wedstrijd thuis tegen Arsenal. Maar natuurlijk, we hebben in Arsenal 4-0 verloren. Dus we moeten eigenlijk al met 4-0 winnen dan. Mm-hmm. En dat wordt dan wel een moeilijke. Maar ik denk dat we sowieso alles moeten geven. En moeten proberen het beste van maken. En dan zien we wel. Ja, want in voetbal weet je nooit natuurlijk. Hè? Dat is waar. Je weet nooit. Oké, dankjewel Tine. En veel succes met Hoffenheim ook. En proficiat met de zege met de Red Flames. Dankjewel.